En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen zal het droog en zonnig zijn. Gedurende de middag en vooravond zullen in delen van het kustgebied en binnenland enkele lichte tot lokaal matige buien optreden, mogelijk vergezeld van onweer. De meteorologische dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur rond de 41 graden zal zijn. De dienst adviseert de samenleving om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.